De vraag die mij het vaakst gesteld wordt, ooit in de historie van mijn bestaan, is... Oh, oh, oh. Merry Christmas! Hoe ziet nou een dag als professionele YouTuber eruit? Is dat altijd hetzelfde? Is dat altijd anders? Hoe werkt dat? En het antwoord wat ik dan geef gaat vaak zo van... Ja, kijk, het is eigenlijk elke dag anders. De ene dag zit ik te filmen, de andere dag de locatie checken. Het is nooit een goed antwoord. Dus daarom dacht ik, voor eens en voor altijd duidelijk te maken... hoe het leven van een professionele YouTuber Calvijn eruit ziet. Mensen, a day in the life. Voordat jullie gaan kijken hoe mijn typische dag eruit ziet... ga ik jullie even op de hoogte stellen van het feit dat het nog steeds Kelsember is. Elke dag een video. Niet meer zolang we het aantal likes halen, want dat is op een gegeven moment niet gelukt. Dus, nou ja, toen dacht ik, we gaan gewoon verder. Ik bedoel, als je het leuk vindt, dan kun je kijken. En als je het niet leuk vindt, dan kijk je niet, zeg maar. Snap je? Oké, duidelijk. Maar wat wel gewoon overeind is blijven staan, is het feit dat ik elke dag een hoodie weggeef. Een paprika hoodie. De merch. En nogmaals, laat ik het vertellen, ze zijn uitverkocht, hè. Dus ik heb er nog een paar liggen en die geef ik weg. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die rakkers... is je Instagram achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. En dan maak je kans, hè. Mensen, een doodnormale dag van Calvijn. Neem het met een korreltje zout. Mijn wekker gaat om 4:30, elke dag. Ik slaap trouwens staand. Waarom, vraag je je af? Nou, dat is goed voor je mentaliteit. En weet je wat ik dan gelijk doe? Opdrukken. 100 keer om precies te zijn. Zouden meer mensen moeten doen. Mijn key to succes is een echt winnaarsontbijt. Elke dag ga ik voor die eiwitten. Rauw. En dan 3 stuks om precies te zijn. Zou jij ook moeten doen? Ik zeg altijd, denk aan je medemens. Daarom schrijf ik elke dag een brief aan mensen die het moeilijk hebben. Om ze een hart onder de riem te steken. En ik stop er ook nog wat kleingeld bij. Dan ga ik naar buiten en breng deze brieven rond tijdens het hardlopen. Maar niet zomaar hardlopen, nee, op blote voeten. Volgens mij wonen ze hier. Wel een beetje groot huis voor mensen die het moeilijk hebben. Maar ja, boeien. Clear your mind. Mediteren. In een weiland. Helemaal mijn ding. En dan, als ik thuis kom, weer 100 keer opdrukken. Heerlijk. Om mezelf mentaal te sterken, stap ik onder de douche. Een koude douche. Ik vind het dus echt lekker, hè. Het is niet voor de show of zo. Ik vind het heerlijk. Daarna... een ijsbad. Wim Hof-stijl. Let's go, man. Na mijn ijsbad strijk ik al mijn kleren. Als je er lekker uitziet, dan voel je je ook lekker. Nou, 7:30. Tijd voor wat calls. Werken aan mijn online business. Hallo! Ik zit samen met deze gasten in een groepsapp. En rond deze tijd spreken we altijd even wat deals door in onze winners call. So let's talk business. 60. Million. Hup, geld verdiend. Nu tijd voor mijn schatje. Ze verdient enkel het beste, dus ik maak elke dag een vers vegan Fairtrade local ontbijtje. Dit vindt ze heerlijk. Ik hou niet van groenten, dat weet je toch. Ah joh, ze overdrijft een beetje, omdat de camera's bij zijn. En weet je, denk aan de kinderen. Zij zijn de toekomst. Daarom loop ik elke dag met deze kinderen naar school. Niet zomaar kinderen, nee. De meest leergierige kinderen. Ik heb een beetje zin in school vandaag. Nee. Veel plezier op school, hè? Doe je best. Jij moet naar een ander gebouw. Ja. Nou, gaan we daarheen. Veel plezier. En alvast even voor later, hè. Zodat ik mijn vaderskills alvast kan oefenen. Uurtje later, tijd voor wat geestelijke verrijking. Meestal lees ik boeken in 2 uur uit. Snel lezen heet dat. Read about it, man. Stukje Bijbel erbij. Lezen houdt me jong. Dit boek heb ik trouwens voor het eerst gelezen toen ik 3 was. Staat vol met wijsheden. Je weet wat ze zeggen, hè? 10 o'clock, yoga on the clock. Nou goed, tijd voor yoga. Zo probeer ik goed mijn aandacht vast te houden. Dat lukt niet altijd. Oké, we gaan verder. Doe wat voor je naasten. Ik meen het. Elke dag zoek ik een zwerver. En die help ik dan. Hey Sean, ik heb nog wat moois voor je. Kijk, camera is er ook even bij. Zwaai maar even. Ik geef hem lekker wat te eten. Ik geef hem een massage. Ga je goed, jongen. En wat kleingeld. Ik kan het missen, jongens. Neem het. Stop het weg. Dan weer sporten. Boksen. Links, rechts, hoek, rechts. Combinaties, zaktraining, alles. Ik doe er alles aan om fit te blijven. Ik sport meer dan 10 keer per dag. Zo vaak dat het niet eens allemaal in dit filmpje past. Boksen. Daarna heerlijk tot rust komen. In nog een ijsbad. Heerlijk! Eindelijk wat normaals te eten. Wel gezond blijven natuurlijk. Even onze maandelijkse financiële sessie. Ik bel met mijn boekhouder. Ik spreek even wat dingen door. Hoe het gaat met de zaken. Je kent het wel. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Mag ik een brutale vraag stellen? Jazeker. Hoe doe jij dit? Daarna leer ik hem dus hoe hij geld moet verdienen. Schrijf op. Omzet. Streep eronder. Minnetje. Oh. Zo simpel is het. Help altijd je naast. Na de call opdrukken. 96. 97, 98, 99, 100. En door.
Voor de liefde moet je wat over hebben. Ik ben ook gewoon een mens. Ik ga ook gewoon naar de winkel. Elke dag koop ik 15 rode rozen voor de vrouw van mijn leven. Belangrijk. I love you. Je voelt de liefde, toch? Prachtig. Het moet gewoon werken, hoor. Na dit romantische gedoe is het tijd voor, je raadt het al, nog een hardloopsessie. Op blote voeten uiteraard. Vervolgens geef ik elke dag een klein beetje geld aan een goed doel. Niks bijzonders. 10 ruggen voor jou! Shit, dankjewel man! Gefeliciteerd! Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen man. Ga gewoon weer verder. Geld is ook maar relatief. Blijven sporten is goed voor je. Voetbal, daar ben ik mee gekapt. Maar basketbal is helemaal het nieuwe ding. En ik heb geoefend. Vet hè? Eerlijk, voor jullie neem ik even een paar harde trickshots op. Michael Jordan, here I come, gap. Ah, daar hebben we Max, mijn lieve viervoeter. Max is een hond uit Roemenië. Zit al een paar jaar in het asiel en kan maar geen baasje voor hem vinden. En daarom laat ik Max uit. Want Max ook wil genieten van de buitenlucht, hè Max? Think about the animals, people. Het gebeurt elke dag. Als ik hem elke dag uitlaat, waarom adopteer ik hem dan trouwens niet? Maar ja, jullie hebben het misschien nog wel door, maar ik zit constant op mijn top. Dag in, dag uit. En daarom is het belangrijk dat ik op zijn tijd ga de-stressen. Elke dag ga ik hier dus even karten. Dat rubber over dat asfalt, die snelheid. Samen met mijn makker Tim Coronel. Etenstijd. Maar niet voor mij. Ik geef de minder bedeelde kinderen het beste eten. Dit zijn kinderen uit de buurt die het zwaar hebben. Hey kinders. Hallo. Een lekker maaltijdje. Van chef Kelvin. Oh. Lekker, yummy, yummy. De lach die je daarvoor terugkrijgt. Is onbetaalbaar. Ik heb net 6 minuten geoefend. Elke dag leer ik een nieuw instrument. Naast viool, harp, gitaar, blokfluit, trombone beheers ik nu ook de mondharmonica. Even wat agressie eruit. Mensen doodschieten, daar hou ik van. Online, hè, bedoel ik. Daarna loop ik nog even een rondje in de buurt om te kijken of ik een meisje kan helpen die wordt lastiggevallen door een vreemde enge man op straat. Hey, wacht, please. Doe normaal, man. Die voet houden. Ik ga weg, man. Verdorie. Laat ik je nooit meer zien, hè? Hi. Wat goed dat ik hier was. Echt, thanks. Hij kwam zomaar achter me en wilde hij meenemen, gewoon. Graag gedaan. Ik leer nog even een nieuwe taal. Vandaag Chinees. Schilderen. Elke dag. I love it. Het is inmiddels 10 uur. Ik ben kapot. Dus nog een ijsbad. Heerlijk. Vervolgens 500 push-ups om het even af te leren. En daarna... slapen. Zo gaat het dus elke dag. Staand. Wat rusten.